joh, ik ben MC Joël, maar dat weet je al wel. En ik doe Come to Me van Puff Daddy. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah. Ik vind het echt ongelooflijk. Ik heb even mijn ogen dicht gedaan toen jij daar bezig was en ik... Ja, ik zag ineens een rapper uit L.A. staan, helemaal zwart. Respect, Joël. Dit is het slechtste wat ik hier ooit in Hasselt heb gehoord. Ja, maar dat komt misschien omdat... Ik heb daarnet een paar keren vergeten. Dat is natuurlijk rap, hè. Dat is vrij. En ik had ook maar die tekst van gisteren gekregen. Dus misschien dat het daardoor is dat... Ik zie jou toch meer, Joël, functioneren binnen een groep. Ja, echt? Oh, ja, dank u wel. Om broodjes te smeren en koffie te gaan halen. Hey. Wij drinken nooit koffie, hè? Je kunt er niet van slapen. Maar voor mij ben jij geen idool, Joël. Ja, wel, ik denk dus dat ik wel een idool ben, hè. Dag, Joël. Ja, en wij gaan dus broodjes altijd kopen, hè. Zodat we die niet zelf moeten smeren, altijd, hè. Dag, Joël. Dat komt gewoon omdat wij uit Limburg zijn, hè. Je hebt iets tegen Limburgers, hè. Ofwel is het omdat je nog nooit een rapper hebt gezien. Wel, nu heb je een keer een rapper gezien, hè. En hij is heel lastig, hè. Dankjewel.